het AZ Sint-Josef van Malle maakt de operatieploeg zich klaar voor een biopsie. Dat is een medische ingreep waarbij een stukje kraakbeen wordt weggenomen voor onderzoek. Kraakbeencellen zijn een geneesmiddel en voor deze ingreep maakt de chirurg gebruik van een toestel dat hij zelf heeft ontworpen. De Condro Select Harvester, een apparaat dat op een gestandaardiseerde manier kraakbeencellen wegneemt. Dus de Harvester is een toestel die gebruikt wordt in het eerste gedeelte van uw kraakbeentransplantatie, waarbij dat de kraakbeencellen worden genomen om later bijgekweekt te worden en terug ingeplant te worden in de patiënt. Het is een essentieel onderdeel van uw operatie, omdat een goede biopsie, dus voldoende goede cellen kraakbeen, uiteindelijk gaan leiden tot een goed resultaat qua kraakbeentransplantatie. Een paar jaar studiewerk en 4 prototypes later is de Harvester een handige tool geworden om gestandaardiseerde biopten te nemen. Eenvoudig, maar efficiënt. De Harvester werkt op het principe waarbij dat je een steunvlak hebt en een snijdend gedeelte. En het snijdend gedeelte is ook het gedeelte waar de biopsies zullen genomen worden. Dus het werkt eigenlijk zo. Je zet het op je kraakbeen, je duwt er ferm op en dan glijd je naar voren. En zo heb je dan een mooi letsel en je biopsie in je toestel. Het grote voordeel is dat het gestandaardiseerd is. Dus iedereen kan dezelfde soorten biopsies nemen. De mensen van de firma zullen ook zorgen dat de goede cellen opgekweekt kunnen worden. Er zijn dus minder vermenigvuldigingen nodig. En de cellen behouden dus beter hun kwaliteit. Maar het innovatieve aspect gaat nog veel verder. Het weggenomen kraakbeen komt terecht bij Tigenics in Leuven. Hierdoor lopen ze een hele procedure met als eindpunt een gecontroleerde vermeerdering van de goede cellen. In een ideale omgeving krijgen de beste cellen de kans zich te vermeerderen. Zoals u weet zijn deze cellen nodig om een patiënt zijn kraakbeenletsel te herstellen. En de biopsie die binnenkomt is natuurlijk niet als dusdanig bruikbaar. Dus wat wij in onze productielaboratoria doen is de cellen uit het weefsel halen en dan de cellen opkweken zodanig dat er voldoende hoeveelheid van cellen aanwezig zijn die dan als ze de controle passeren dan terug naar de patiënt kunnen gaan waar dan dezelfde chirurg dezelfde cellen aan de patiënt teruggeeft. Condro Select heeft als systeem een hele race voordelen. In de eerste plaats is er het autogeen. Dat wil zeggen dat de patiënt zijn eigen cellen terugkrijgt. Daarnaast wordt de herstelperiode ingekort en is het litteken op het kraakbeen beduidend kleiner. De hele behandeling is noodzakelijk omdat de ouder wordende bevolking zo lang mogelijk mobiel en gezond wil blijven. Kraakbeenletsels in de knie komen vrij veel voor en het kraakbeen kan zichzelf slechts in beperkte mate herstellen. Dankzij de samenwerking tussen MedInvest en Tigenics verbetert dit onderdeel van de chirurgie. Wel, de patiënt kan er zeker van zijn dat hij een kwaliteitsproduct krijgt, want dit product is ontwikkeld geweest zoals een medicinaal product. Wat wil zeggen dat we de kwaliteit constant bewaken. We weten ook naar welke parameters we moeten kijken. De steriliteit is gegarandeerd. We hebben dit ook getest in klinische proeven, dus de patiënt weet dat als hij zulk product terugkrijgt, dat het het best mogelijke product is dat we voor hem konden maken.